Lieve Hans, jarenlang heb jij je met hart en ziel ingezet voor de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf deze plaats, voor ons mooie pand aan de Kromme Nieuwe Gracht, willen we je daarvoor heel hartelijk bedanken. 2 jaar lang waren wij samen de DOE en de POE. En dat, Hans, werkt net als bij een gewone relatie. Je verkent de grenzen, je werkt samen, je vecht wat, je maakt het weer goed. Blijmoedig waren we samen altijd in de 5e versnelling. We geloofden dat het goed zou komen. En als het een keer niet gebeurde, dan dronken we er een borrel op. We kijken met veel plezier terug op de blijmoedigheid waarmee jij leuke en lastige situaties tegemoet trad. En we denken na over een manier om onze studenten in die attitude te trainen. Ik ben alleen bang, Hans, dat blijmoedigheid eerder een trait dan een state is en daarom heel erg moeilijk te trainen. We zijn voor een kleintje vervaard. We doen ons best. Bedankt voor alles wat je voor ons, onze collega's en de studenten van de UVH hebt betekend. Je weet het, voor nu, voor in de toekomst, de deur van de UVH staat altijd wagenwijd voor jou open.